De Indiaanse fietser Soman Dipnath, die momenteel een wereldreis maakt, is nu in Suriname. Hij hield vandaag een persconferentie op de Indiaanse ambassade, waarin hij aangaf welke landen hij zoal bezocht heeft en wat hij heeft meegemaakt. Dipnath komt uit het dorp Basanti in India. Het doel van zijn wereldreis is om aandacht te vestigen op het HIV-AIDS-syndroom. Ook presenteert hij de Indiaanse cultuur op de plekken waar hij langskomt. Dipnath startte op 27 mei 2004 met zijn onderneming, slechts 2 dagen nadat hij zijn studie dierenarts had afgerond. Zijn streven is om tegen 2020 191 landen te hebben bezocht. Hij wil dan ruimschoots 200.000 kilometer hebben gefietst. De reis is allesbehalve makkelijk, zegt Dipnath. Bicycle I got stolen during this trip, Bulgaria, Poland and Germany. More than 8 times I was robbed. More than 9 or 10 times I was beaten by people. People couldn't understand me. Because skin-headed people, black people were thinking I'm a white, and white people were thinking there I'm a black. But I couldn't tell them that, oh my brothers, if I'm brown, what I can do? And I came to see you. I really don't judge people. I try to understand whatever their effort and how I can reach to them. And that is my main objective, main purpose of my missions around the world on bicycle tour for HIV/AIDS awareness program and promote Indian culture. Indian culture in the sense that it is peace and humanity, and we feel that we are one world and we are one people. That is the word Vasudhava Kutumbakam, that whole world is one home. And that is our faith which we give to the world and tell that we should live with ahimsa. We don't need to fight for each other. We need to live all together to make a better world. De Indiaanse fietser Soman Dipnath. Hij is momenteel in Suriname als onderdeel van zijn wereldreis. Hij hield vandaag een persconferentie op de Indiaanse ambassade om aan te geven welke landen hij zoal bezocht heeft en wat hij heeft meegemaakt.